Zwieren en zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden, De Efteling, Van Hoof Elektra en AV Emotion. Ah, Edwin, je bent er al. Ja, ik ben er al. Ja. Gelukkig, ja. Ik moest gisteren even verstek laten gaan, maar we zijn op tijd weer terug. Op tijd voor aflevering 6. We staan hier in Waalwijk en Edwin en ik komen hier elke dag even langs bij dit gebeuren hierachter. Want Edwin, wat gaat hier precies gebeuren? Nou, zoals u weet, wij zenden elke dag op televisie en op internet uit. En de televisieuitzending, dat is op Langstraat TV. En om die draaiende te krijgen, moeten wij een bandje afgeven. Wel ouderwets, maar het werkt nog altijd als een trein. Ja, zullen we het bandje af gaan geven? We gaan naar binnen. Hallo allemaal. Hey, hallo. Daar zijn we weer. Hey, Miranda. Onze mediaadviseur zit hier naast ons. Vertel, wat gaan we doen hier? Wij komen het bandje weer afgeven voor zwieren en zwaaien. Gaat het lukken vanmorgen? Dat komt goed, heren. Nou, fantastisch. Dankjewel. Zullen we zeggen tot morgen? Tot morgen. Dag allemaal. Houdoe, Bastiaan. Houdoe. Nou, dat hebben we weer gedaan. Bandje zitten weer op. Op naar de volgende aflevering. Ja. Komt goed. Nou, we zijn al aardig op dreef zo, hè? Zo lukt is goed. Het. Ja, dat is nou, zeker. Gelukkig zijn we al zover dat we het bandje... Ik heb begrepen dat hier meneer Edwin en meneer John altijd hier komen voor de bandjes af te geven. Dus hier moeten ze wel zijn natuurlijk, hè? Dus ik ga gewoon binnen, ik ga het gewoon vragen of ik hier toevallig meneer Edwin en meneer John tegen kan komen. God, hier wordt het werk allemaal gedaan, zo te zien. Ik zie hier een bekend gezicht. De mediaadviseur Miranda. Is meneer Edwin nog hier geweest? Ja, die zijn hier geweest. Die zijn net weg. Dus ik loop ze mis. U loopt ze mis. Godverdomme. Hoe kan ik ze nou bereiken? Weet u iets? Ik zou een radiooproep kunnen doen. Godverdomme dat ik daar nog niet gedacht heb. Een radiooproep doen. Ja, graag. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, loop maar eens mee. Ik loop mee. Gaat u voor? Ah, ik hoor hier een heel bekende stem. Ah, hij is een levende lijve hier. Hier is Sebastiaan. Hier, u kent die stem misschien wel van Zwieren en Zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door. Dat is deze meneer. Ja. Deze meneer heeft die stem gevormd. Ja, hallo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Ja, Van Hoof Elektra en zo. En, ja, en alles. Och, hartstikke leuk. Nou, u komt goed uit. U bent live in de eten. Ja, ik ben live momenteel. Ik heb gezegd welke plaat ik zo meteen ga draaien. Heel verstandig, want ik kreeg net van mevrouw Miranda door. Die is hier mediaadviseur. Die zegt van, nou, je kunt misschien een oproep plaatsen dat je meneer Edwin en meneer John op kunt sporen. Want ik ben ze heel...
de hele tijd al nalopen, maar ik krijg ze niet gevonden. Misschien dat de kijkers weten waar luisteraars waar ze zijn. Ja, zal ik even... Kijk, hier de koptelefoon even op. Zo. Ja. Hij staat hard, meneer. Hij staat heel hard. Hij staat... Dit is de microfoon. Oh, dat is dat. Hier moet ik in praten. Oké. Okay. Lieve luisteraars en kijkers van Zwieren en Zwaaien. Ik ben meneer Gully Gully. U kent mij misschien allemaal wel. Ik ben inmiddels bekend. Er staat het telefoonboek en zo. Ik ben heel makkelijk terug te vinden. Maar ik ben op zoek dus naar meneer Edwin en meneer John. Ik ben ze net hier weer misgelopen. Kunt u mij vertellen waar ik ze kan vinden? U kunt contact opnemen met de studio. Of bel me anders op mijn mobiel. Dat is 06-53-22-17-24-68-14. Ik herhaal. Afijn, spoel maar terug, dan kun je het herhaling nog eens een keer naluisteren. Het einde bericht. Waar is meneer Sebastian? Oh, ja. Nou, dat, zo gaat dat dus. Oh. Kan ik nu weer door? Kan ik nu weer? Ja, nou, bedankt voor de moeite. Ik ga het gauw zoeken. Oké, okay, dankjewel. Zo, tot ziens. Succes, dank u. Dag. Nou, dat was meneer Hulli Gulli. Hulli Gulli, Hulli Gulli. Dat was de oproep op de radio. Dag Miranda, tot morgen of zo, of overmorgen. Wanneer... Kijk, wie bent u nou weer? Ik ben Willem Bakker. U werkt hier ook, zie ik, langs het... Ja, ik werk hier ook, ja. Wat doet u? Ik ben mediaadviseur. Ook al? Ook al, ja. Collega van? Een collega van Miranda, ja. En wat houdt dat in? Dat we collega's zijn. Nou, aangenaam. En heeft je koffiepauze gehad? Ik ben net bezig met mijn koffiepauze, dus wat dat betreft... Nou. En smaakt je een beetje... Die koffie hier die smaakt echt heel goed, maar dat ligt aan het apparaat. Het apparaat is al een jaar of 15 oud. En het heeft een natuurlijke aromasmaak te pakken natuurlijk, kan je maar nagaan. De kracht is gewoon het apparaat niet 15 jaar schoonmaken. Dus dan heeft dat toch een hele eigen uitstraling en aroma en ja, daar dateren wij op heel goed. Ja, en de rest gaat naar de voedselbank. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Oké, okay, nou bedankt voor het advies en dan zie ik u graag de volgende keer. Tot de volgende keer maar weer, hè. Dag hoor. Duizendste bezoeker, dat is niet zomaar wat, want het is namelijk uniek dat het al zo snel wordt bereikt, dat aantal. Het is ook terecht, want u gaat een fantastische expo tegemoet. Het is een fantastisch mooie tentoonstelling die u hier kunt gaan zien over het hele DNA van de kermis. De Stichting Kermiscultuur doet dat al sinds jaren dag op de Tilburgse kermis en u beiden kunt ervan genieten. U heeft zojuist de 15.000ste bezoeker van de kermisexpo mogen ontvangen. Ja, geweldig. En wat helemaal geweldig is, we zijn heel snel bij de 15.000 gekomen. Dus we liggen echt op schema voor een nieuw record met de bezoekers. Het is nog maar woensdag, we zijn net over de helft. We zijn net over de helft van de kermis. En een absolute record van 25.000. Het zou zomaar kunnen dat we dat gaan halen. Want het is waanzinnig druk. Nostalgische kermis op het Koningsplein is een schot in de roos. En nu we hier toch staan, hoe gaat het verder met de kermis dit jaar? Met het nieuwe stuk, met de burgemeester Brokslaan? Ja, het gaat eigenlijk geweldig. Burgemeester Brokslaan natuurlijk, het is het eerste jaar dat we het doen. Het is een beetje pionieren voor iedereen. Maar als je ziet, mensen waarderen het stuk. De mensen waarderen dat ze een stukje kunnen omlopen, een rondje kunnen lopen. Wordt zeer gewaardeerd. Exploitanten die hebben het aardig naar de zin. Kan alleen maar beter worden. Dat is een mooi begin.
Kermisexploitante Alice van het Kermiscafé staat al ruim 50 jaar op de Tilburgse kermis. We stellen Alice elke dag een andere vraag over het kermisbedrijf. Vandaag is de Tilburgse kermis duur of goedkoop voor de kermisbezoeker? Het is niet de goedkoopste. Ja. En je kan het natuurlijk net zo duur maken als dat je zelf wil. Er zijn natuurlijk kermissen die zijn goedkoper. Maar als je echt Tilburg een keer wil zien, dan, en het lage lang dat je budget is, kan je dat uitgeven. En of je dat dan uitgeeft in weet ik veel waar, of je geeft het uit op de kermis. Maar je moet één ding niet vergeten, dat de Tilburgse kermis is voor de kermisexploitanten ook niet goedkoop. Want de meters worden hier best duur betaald. Ja. En vooral als je ook dus nog concurrentie hebt en je moet daar tegenop bieden. Look out, here we go! Nog instappen, haal uw kaartjes aan de kassa. Alweer een winnaar! Kijk, ik ben een van de weinigen, de enigste in mijn soort. Hè. Dus voor ons is het relatief gezien valt het nog wel mee. Maar er zijn spullen bij, met name waar er veel van zijn. Dan wordt het natuurlijk duurder. Ja, die bieden tegen elkaar op, hè? Je moet tegen elkaar opbieden. Ja. En diegene die het meeste geld wil geven, die krijgt de plaats. Ja. Is dat de reden waarom dat ik in Best bijvoorbeeld 1,50 of 2 euro betaal voor een reuzenrad en in Tilburg 5 euro? Ik denk het wel, ja. Want ik bedoel, kijk, in Tilburg kan je niet ook voor 1,50 draaien. Want dan kom je nooit van zolangs als leven uit de kosten. Dat gaat niet. Dus ja, de Tilburgse kermis is voor de exploitanten duur en daarom ook indirect voor de bezoeker. Ja, ja. Okay. Ja. Zo, nou, wat we ook in deze tent hebben al jaren doen. Langzaamaan is dat gegroeid. In het begin deden we dat nog niet. Maar we hebben hier een kassa staan. Nee, je hoeft niets te betalen. Het is vrij intree. Maar daar verkopen wij onze boeken. De stichting geeft namelijk ieder jaar bijna een nieuw boek uit. En een van die boeken is het Autopedenboek. Dat til ik nu even op. En dat is weer speciaal van de auto die wij van de week hebben gefilmd. Het Autopedenboek staat vol met van deze autootjes. Een prachtig boek. En dan, dat varieert rond de prijs van 20 tot 30 euro. Het zijn allemaal harde kaften. Daarbij verkopen wij ook de bekende dvd's over de kermis van Tilburg. Deze is toevallig van Zwieren naar Zwaaien, 2015. En die kost een tientje. En die is hier overkrijgbaar. Dus het is eigenlijk niet alleen maar een expo, maar wij hebben hier ook een toko. Dat is bijna hetzelfde. Er staan dit jaar weer een aantal nieuwe attracties op de Tilburgse kermis, zoals de Cobra Coaster en de Ghost Rider. Maar er staan ook oude bekenden, zoals de Tower en de Breakdance, noem het allemaal maar op. Maar wat is nou de favoriet? De Jumper Jumper, omdat je daar helemaal door elkaar wordt geschud. Okay, en ga je daar dan vaak in tijdens de kermis? Het liefste wel, ja. Ja, attracties die het hoogst gaan eigenlijk, want dan kun je alles zien en dat vind ik geweldig. Ik vind een nostalgische kermis vind ik wel heel erg leuk. Maar ik heb geen favoriete attractie. Gewoon de nostalgische kermis in zijn algemeen. Vind ik heel erg leuk. Ik loop eigenlijk pas net overheen. Ik zou het niet weten. Ik ga maar kijken. Bij mij de booster. Ja, zeker. En wat vond je vorig jaar het leukste? De grootste of de leukste? Leukste. Leukst. Jeetje. Ik denk heel ouderwets, maar die met die waterdingen, met die boomstammetjes, weet je wel. Oké, okay, ja, die staat er dit jaar niet. Ah, ja, jammer. Het reuzenrad, omdat je wel alles kan zien. Oké, okay. En ben je er al in geweest? Ja. En heb je heel Tilburg gezien? Bijna, heel Tilburg. Maar het viel niet tegen? Nee, zeker niet. Is het schieten. Schieten? Oké.
Oké, ja, dat kan. Ja. En jij weet het niet, of wel? Nee, ik weet het niet. Maar ja, mijn favoriete attractie, ik ben er overigens nog niet in geweest dit jaar, maar dat gaat nog wel gebeuren, is de Spinning Coaster XXL. Oké, en waarom juist die? Ja, ik moet zeggen, dan voel ik altijd weer dat ik buikspieren heb, want ik lach altijd een ongeluk in dat ding. Ik vind het een geweldig ding. De Flying Jumper, want het gaat altijd op en neer en niet draait. Dat vind ik heel leuk. En jij? Ja, ik vind het ook wel de Flying Jumper. Jullie gaan er vaak samen in? Ja. De Jumper. Weet ik nog niet. Ik heb nog niet alles gezien. Oh, dat weet ik niet. De Booster. Ja. Het zijn heel veel leuke. Ja? Ja. Maar jij vindt de Booster het leuk? Ja. Nou, vooral omdat hij zo hard gaat en over de kop. Dat vind ik leuk. En hoog. De Magic Mouse. Waarom vind je die dan het leukste? Omdat hij hard gaat. Ja? Vind jij dat niet eng? Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk bij niet. Bij mij de breakdance. Want die hebben wij bij ons in Malen hebben die ook. En daar gaan we echt super vaak met vriendinnen in. Voor mij ook. Ja, de breakdance en de tsunami, omdat ja, die vind ik gewoon leuk eigenlijk. Ik weet niet waarom. Ik heb geen favoriete attractie, maar mijn kleindochter misschien wel. De Jumper Jumper. Ja, en waarom? Weet ik niet, ik vind het wel heel leuk. Vind je gewoon leuk om in te gaan? Ja. Wordt er niet misselijk in? Nee. Oké, nou dan wens ik jullie veel plezier. Ja, dankjewel. De brievenbus, we hebben weer een heleboel post binnengekregen. Brieven en mailtjes en e-grams, noem maar op. En ook een hele leuke foto van een prijs die gewonnen is door Anthony Vermeer. En Anthony die won op de kermis dit leuk beeld. Soort laaf is het meer met een thermometer erin. Dan kun je je lekker buiten zetten. En nou, heel veel plezier met je prijs, Anthony. Leuk. Een berichtje van Jim, hè? En die schrijft, hallo, ik voelde me een beetje schuldig. Dus ik wil bij deze ook nog een berichtje aan John sturen. Nou, Jimme, hoef jij niet schuldig te voelen hoor. Want hij schrijft, jaren geleden maakte John ooit een item over lekstokken. Ken je wel, hè? Lekstokken, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. En ik kende dat woord helemaal nog niet. Maar ik vond het een zo leuk item dat ik er voortaan elke keer aan denk als ik over de kermis loop. Nou, heeft het tenminste nog iets opgeleverd. Dankjewel, Jimme. Dan een berichtje vanuit Maastricht, denk ik, want die staat van Marcel, Richard, Peters, Rademakers. En die vragen, wanneer kom je naar de Oktoberfeest in Sittard? Nou, ik denk volgend jaar, ergens in mei. Niesen. Ja, nou, in ieder geval moet je niesen. Hij moet niesen. Nou, doe het even uit beeld. Maar daar kunnen we een leuk item op maken, van daar proost ik op. Lukt niet. Dus ik ga graag op je aanbod in. Dutch Gamertje, die heeft gemaild. Yeah, een nieuwe aflevering van Zwieren en Zwaaien. Ik ga zeker zo door met YouTube en een dikke smiley erachter, dankjewel. Gerda van Beek die schrijft, weer een lekker mals filmpje heren. Mals vooral, hè. Keep up the good work, dat is Engels. Dankjewel Gerda, we doen ons best. Romy Lenting heeft 5e keer geliked, dus er zijn 5 sterren, dankjewel. It's Mormal die schrijft, hey, ik had een vraagje. Welke attractie vinden jullie mooier? De oude Inversion XXL of de nieuwe Propelier XXL? Nou, ik zelf de nieuwe, want die maakt minder herrie, maar jij bent er meer voor de nostalgie, hè? Dus jij gaat voor de oude, denk ik. Dan hou ik het bij de oude, dan is het eerlijk verdeeld. Ook dat nog, heel goed. Dan hebben we een berichtje gekregen van TTT, of TTT, hoe je het ook wilt noemen. Die zegt, wat een sukkels die presentatoren. Daar is een reactie op binnengekomen, uiteraard. Dat kan, hè. Dat precies. Kan, ja. Cartoonet heeft gereageerd, juist een komisch duo. Ik houd het niet droog, met Hulli Gulli. Zo kan het ook, meneer TTT. De meningen verschillen. Dat maakt niet uit, ieder mag zijn mening hebben. Jan 410 die schrijft, het is en blijft goed. Nou, fijn om dat ook eens een keer positieve reacties te horen. Hè? De evenementenreporter Jelle schrijft, yes, ik zat in de video. Bedankt, top video weer. Nou, graag gedaan Jelle, tenminste bedankt Edwin. Dankjewel. Voor de montage. Ja, ja. De laatste die ik dan mag doen, oh, Jelle die had gelijk 3 vragen gesteld, de quiz. We gaan een quiz doen, leuk hè, een quiz. Ja. Daar staat, yo, mensen van Zwieren en Zwaaien, ik heb 3 leuke vragen voor jullie brievenbus. Ik weet niet of het voor ons is, maar misschien voor de kijkers. Maar ja. Vraag 1, wat vinden jullie zo leuk aan de Tilburgse kermis? Ja, ik stel de vraag, jij geeft het antwoord. Ja, moet ik het antwoord geven? Wij vinden wij daar zo leuk aan. Nou, bedenk, dit gaat niet in. Ja, wij vinden het heel leuk om 10 dagen een programma Zwieren en Zwaaien te maken. Daar houden we bij. Vraag 2. Wat vinden jullie het leukste aan attractie? En de attracties. Om ernaar te kijken, want we hebben geen tijd meer om erin te gaan. Wat vinden jullie de leukste attractie? De leukste? Daar hebben we geen... Oh, nou van... Aapje. Antwoord jij maar even. Nou, leukste attractie vind ik nog steeds de Tower om naar te kijken.
Ik ben bang voor hoogtes, dus die gaat lekker hoog, dus dat heeft mijn aandacht. En dan vraag 3, wat vinden jullie de engste attractie? Nou, ja, ik heb het eigenlijk al aangegeven. Ja, Spookhuis. De Tower. Spookhuis. Jij de Spookhuis. Oké, okay. PS. Jullie maken leuke filmpjes. Groeten van de evenementreporter Jelle. Dankjewel Jelle. Nou, ik neem een slokje. Kun jij intussen verder met de rest van de post? Ja, want we zijn vandaag bij de Gamehal geweest. Want die stond er vorig jaar ook. Daar gaan we even naar kijken. Allerlei machines voor plezier, zoals jullie kunnen zien. We hebben airhockeytafels, we hebben Catch the Light, dat is een nieuwe machine, redelijk nieuwe machine. We hebben natuurlijk de klassieke boksballen. Dit jaar hebben we ook een dansmachine, die hadden we vorig jaar niet. En een aantal flipperkasten, waaronder de nieuwste Ghostbusters flipperkast. En wat was daar? Die is net nieuw, de Ghostbusters. Die Ghostbusters is eigenlijk ongeveer tegelijk met de première van de film uitgekomen. Een week of 3 geleden. Hij is zo te zien nog gebaseerd op de oude films. Hij is inderdaad gebaseerd op de oude film. Ja. Klopt, klopt. Ja. We hebben ook een hele goede Street Fighter speler binnen gehad. Oh, nummer 57 van de wereld. En de eerste 40 zijn Japanners volgens mij, dus hij hoort zo'n beetje bij de beste Street Fighter spelers van de wereld. En hij heeft hier nog net niet het record, maar hij komt elke dag terug. Want hij wil een record hebben. Hij wil voor het einde van de kermis wilt hij het record verbroken hebben. Wist hij al dat jullie hier stonden of is hij gewoon toevallig binnenkomen lopen? Die is volgens mij gewoon toevallig langskomen lopen. Nou, ik wens jullie heel veel succes de komende dagen nog. Hartstikke bedankt en jullie hetzelfde. We zijn weer terug van de Gamehal. Zeker de moeite waard om eens een keertje te gaan kijken. We gaan weer gauw verder met jullie berichten. Het eerste is van GCVD. Die schrijft: leuke video weer. Ik kijk elke keer. Groetjes voor John en Edwin. Dankjewel. Dan hebben we, ja, Wim. Laat de winterkermis maar komen, jongens. Nou, laat maar komen. Ja, eerste zomervakantie nog, hè. Als het voorbij is, gaan we vakantie nog, hè. Even vakantie en dan kan hij bij ons betreft komen. In de winter. Dankjewel, Wim. Dan hebben we Sam Noah, die schrijft: het moment dat je een meisje in de intro ziet, die wel heel erg op je lijkt en het jezelf blijkt te zijn. Nou, leuk, dat is leuk om te horen dat je in de intro zit. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vindt. Dan hebben we Mindtopia Kraft, als ik het goed zeg. Die schrijft: nice video, ik hou van die kermis. Nou, wij ook. Dankjewel. Dan hebben we Gavin. De eerste keer dat mijn broertje Zwieren en Zwaaien kijkt. Haha. Wij gaan alle afleveringen terugkijken voor hem. Nou, dan hoop ik dat jullie er samen veel plezier aan hebben. Nou, daar hebben ze heel veel tijd voor nodig, want het zijn er nogal geworden de afgelopen 7 jaar. We zijn al 7 jaar bezig, dus het zal een lange marathon worden, maar veel plezier. Dan hebben we de kermisreporter van Drenthe. Die schrijft: welk spookhuis vinden jullie mooier? Haunted Castle of Scary House? Ik ken ze geen een van beiden, maar ik zou zeggen de eerste. Dan houden we het daarop. Dankjewel. En dan het laatste berichtje voor vandaag, dat is: ik wil ook in jullie video, want ik heb een review gemaakt van de kermis in Tilburg. En dat is van Extreme Tube Rides. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, we zullen eventjes op jouw kanaal kijken, dankjewel. Dat waren de berichten weer voor vandaag. Nou, het was wel een hele brievenbus vol. Morgen maar de laptop meenemen, denk ik. Zo is het. We gaan weer naar Paul Spapers in de Efteling. De draaimolen en de zweefmolen. De draaimolen op de Tilburgse kermis is het oudste kermisvermaak ter wereld. Al het draaiende kermisvermaak is gebaseerd op de draaimolen. He, dus we hebben het hier te maken met heel oud vermaak. Het eigen aan de draaimolen is natuurlijk dat het een hele rustige, kalme ritjes zijn, waarin tegenwoordig vooral kinderen ontzettend veel plezier beleven.
Vroeger zaten trouwens volwassenen meer nog in de draaimolen dan kinderen. Hè, maar de draaimolen nu is een rustig ritje voor kinderen. Mensen, dat zie je dus heel goed terug op de Tilburgse kermis, die zijn altijd op zoek naar sensationeel, snel vermaak. Stel dat je een Tilburgse kermis zou hebben van tegenwoordig zonder sensationeel, snel vermaak, dan zouden er veel minder mensen komen. En dat snel vermaak, sensationeel, als het ronddraait, is dat gebaseerd op de draaimolen. En het eerste snelle, sensationele vermaak gebaseerd op de draaimolen is de zweefmolen. En we staan hier in de Efteling met achter mij een hele mooie zweefmolen. De zweefmolen is dus het oudste vermaak wat snel draait. En als je nou een voorbeeld wilt zien op de hedendaagse kermis van antiek snel draaiend vermaak, dan moet je dus zijn op de nostalgische kermis. He, die zwaanzweefmolen, die is gebouwd in 1928. Dus over 2 jaar moeten we met die molen een jubileum gaan vieren. He, dus draaimolen, snel vermaak. En snel vermaak, dat vraagt ook om bijzondere presentaties. En een toevoeging aan de zweefmolen was het monteren van vliegtuigjes in plaats van schuitjes. En in 1912 stond op de kermis een draaimolen of een zweefmolen waar in plaats van schuitjes vliegtuigjes waren gemonteerd. En die zweefmolen die heette Bleriot. Ook weer Frans, hè, want in die tijd deed je allerlei nieuwe dingen door die Franse benaming te geven. Dus die hele oude zweefmolen met vliegtuigjes erin heette Bleriot. En dat kwam omdat in 1909 de Fransman Bleriot voor de eerste keer met een vliegtuig het kanaal over is gevlogen. Dat was een geweldige sensatie. En die dus iedereen die kende de naam Bleriot. En die naam hoorde je dan terug in de zweefmolen met vliegtuigjes op de Tilburgse kermis. De tsunami, ja. Dat is uw eigendom. Ja, dat klopt. Hoe lang al? Een half jaar. Vrij recent. Ja, ja, dus net verleden jaar is die, hebben we die gepresenteerd. Is die nieuw uit de fabriek gerold eigenlijk, zeg maar. Dus dat is hageltje nieuw? Hageltje nieuw, ja. En dus voor de allereerste keer op de Tilburgse kermis? Voor de allereerste keer op de Tilburgse kermis, ja. En dit concept dat bestaat al langer, maar de manier waarop het draait is vrij uniek, hè? Nou, het is in een nieuw jasje gestoken met een nieuwe gondel eigenlijk erin, zeg maar. Dat de mensen met de benen vrij hangen eigenlijk als het ware, zeg maar. Dus ja, het is een nieuwe beleving van de machine. En hoe is het de kermis ten opzichte van andere grote kermis in het land? De Tilburgse? Het is echt commercieel, hè. Het is veel publiek. Wat echt veel kijkers ook. Dus het is echt een commercieel gebeuren eigenlijk, zeg maar. Ja, veel kijkers in de zin van ze durven er niet in of kijken niet kopen mentaliteit? Oh, nou ja, toch maar kijken niet kopen. Er staan natuurlijk wel heel veel attracties natuurlijk en iedereen moet wat verdienen. Dus omdat er zoveel publiek komt als ware, zeg maar, kun je niet verwachten dat iedereen bij jou erin komt als ware. Dat gaat gewoon niet, want de keuze is natuurlijk enorm. En doen jullie alleen Nederlandse kermis of gaan jullie internationaal? Wij gaan ook af en toe internationaal, ja. 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 En dan moet ik denken aan? Wij hebben in Noorwegen gezeten, wij hebben in Tsjechoslowakije gezeten. Dus ja. Het is niet echt bij de deur allemaal. Nee, we hoeven niet te duwen. Nee, dat scheelt. Vakanties, ja, het hoort zo dikwijls van kermisexploitanten, daar zitten voor ons gewoon niet in. Nee, het leven is gewoon de kermis, ja. Is ook een gedeelte van de vakantie. Bij welke dag vakantie? Ja, de sfeer is natuurlijk altijd wel optimaal, hè? Ja, en we hebben aan van de week lekker weer, dus. Dus dubbel pret. Ja, ik denk dat we geen klagen hebben dit jaar, hè? Met het weer? Nee, hoor. Nee, nou ook vanmiddag een beetje bewolkt. Ja, de eerste weekend was wel aardig heet, zeg maar. Ja, dus, maar nu hebben we vanmiddag een beetje bewolking, een klein beetje regen. Ach ja, toch maar, dan kunnen mensen ook niks anders doen, zeg maar. Dus dat is perfect voor ons. Nou ja, nou, ik wil je hartelijk danken voor deze interview. Het ging lekker en goede zaken nog. De laatste helft van de week en succes. We zijn er nog tot zondag, dus op de Paleisring. Op de Paleisring. Tsunami, iedereen komen. Leuke machine. Nou, perfect. Daar houden we het op. Dankjewel. Gaan we doen. We zijn vanmiddag droog begonnen, maar helaas begint het nu een beetje te regenen.
Maar het was weer een leuke aflevering, hè? Nou, helemaal super. Ik heb er weer van genoten. Ik hoop je thuis ook. Ik hoop het ook. Tot morgen. De mailbox. Nee, de brievenbus. Mediaadviseuze. Adviseuze, mooi schrijfwoord. Eet. Zeuze. Zeuze. Adviseus. Adviseur. Zeur. Met name. Zeur. Ja. Ja, hij doet het. Ja, hij doet het. Hij doet het, ja. Hij doet het, hè. Oké. Okay. Adviseur. Ja, adviseur. Adviseur. Ja, Miranda de adviseur. Ja, komt ie. 1, 2. Ja, 1, 2. Hop. Dan hebben we een filmpje van TTT of TTT, hoe je het wilt noemen. Nee, nee. Waar zijn je nou? We hebben een filmpje van. Een berichtje. Zeg ik filmpje? Zwieren en zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden, De Efteling, Van Hoof Elektra en AV Emotion.